Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, nog steeds dezelfde trui. Nog steeds dezelfde hoofddeksel. En dit keer make-up loos. De reden waarom is omdat ik deze verwacht vandaag. En ik heb vorige week en deze week zo... Even allemaal pakketjes gewoon in één keer kort uit elkaar gekregen. Dus vandaar dat er nu nog een video online gaat. En er zijn eigenlijk al heel veel. Ik moet dat even gaan leren plannen. Maar goed, dat komt goed. Ik wilde deze. Ik heb hem echt zojuist ontvangen. En ik kan niet wachten om hem open te maken. Dus ik denk, laten we heel gauw de camera erbij pakken. Dit is het pakketje. En dit heb ik vorige week besteld. Hij is iets paars. Ik volg al heel erg lang YouTube. En waarom is omdat ik eigenlijk dol ben op make-up. Zoals je niet zien kan. Maar ik ben er echt dol op. Vind het fantastisch om te doen. Ik vind het ontzettend leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Om nieuwe merken te ontdekken. Vooral mijn grotere interesse ligt in de wat midden tot high-end merken. Die vind ik gewoon het mooiste en het fijnste werken. Ik koop niet zo vaak meer make-up. En als dat iets is, dan wil ik liever meer uitgeven dan minder. En waar ik gewoon spijt van krijg, dat vind ik dan wel weer zonde. Dit is een beetje aan het verhaal gerelateerd. Ik keek namelijk niet al haar video's, maar af en toe wel eens om reviews op te doen. Of om gewoon iets leuks te kijken waar ik vrolijk van werd. Sorry. Dat is van Nikki Tutorials. Nikki de Jager, zo moeten we het zeggen. En Nikki de Jager, er is natuurlijk heel veel commotie over geweest de afgelopen jaren misschien, een paar jaar. Maar zij is al 3 jaar bezig om haar eigen lijn op te zetten. En ze begint met een fantastische video over geweest. Die moet je zeker even gaan kijken. Naar aanleiding van ook die video en meerdere commoties eromheen en meerdere video's die ik gekeken heb. Ook van andere mensen die het hebben beoordeeld over de eerste, ja eigenlijk naar aanleiding van haar video. Heb ik het besteld. En ze heeft 4 producten. Echt producten waarmee je in de gang kan en één leuke gadget. En dat zou in dit kleine doosje in moeten zitten. Ik ben benieuwd. Let's open it up. Eigenlijk zou ik dit op tafel moeten doen. Gaat veel makkelijker. Oh. Er wordt echt aan alles gedacht. Wat ik zei, je kunt dat paarsje dat daar al zich voor zien. En fantastisch. Paarsje, het is blauw. Haar kleuren zijn blauw, oranje. En haar idee achter het merk en de filosofie van het merk Nimya is: we live in a world full of labels, but with Nimya you get to create your own. En natuurlijk is dat gebaseerd op haar hele verhaal, op haar story, wil je het weten. En misschien weet je het wel, maar anders check haar YouTube kanaal natuurlijk eventjes. En ja... Echt super leuk. Ik zal het even laten zien, omdat ik kijk er nu alleen maar naar. Neem ja, natuurlijk het merk. Hier staat die tekst die ik net heb opgenoemd. En die heb je haar zelf nog met een Engelse tekst ernaast staan. Thank you for buying these products. I hope you enjoy them as much as I do. Out of the millions of products out there, you searched, swiped, clicked and waited and chose Nimya. I honestly couldn't be more thankful. You are helping me build this brand. Dankjewel. Nikki. Leuk dat er ook al iets Nederlands onder staat. Echt fantastisch. Daar staat ook nog een hele kleine tekst. En dat, ik vind het een leuk grapje. If you read this message, you are an individual who cares about the little details. We do too. High five, baby. Neem je. Ja, top. Die kleine details, dat doet het hem. Oh, waar kan een mens vrolijk van worden? Oké, laten we ze gauw bij pakken. Doosje 1. Doosje 2. En doosje 3. Doosje 4. En doosje 5.
Laat ik eerst papier er eens even uithalen. Misschien staat hier ook nog wel wat in. Dat dan weet ik niet. Nee, echt leuk doosje. 4 producten en 1 gadget. Dit is het gadget en deze kreeg je bij de bundel. Dus ze heeft echt een launch actie. Waarbij als je alle producten koopt, krijg je de gadget gratis. En het gadget, daar heb je ook wat aan als je de producten gebruikt. Ze heeft eigenlijk producten ontwikkeld die je helpen met je make-up routine. Maar die de basis leggen voor je make-up routine. En bijvoorbeeld waar deze gadget dus bij hoort, is als je setting spray op doet, dan moet je of zo wapperen of voor ventilator gestaan, bewijs van. En zij heeft gewoon haar eigen ventilatortje ontwikkeld. In de kleuren van Nimia, blauw met oranje. Prachtige kleurcombinatie. Nou moet ik je eerlijk toegeven, deze is los. Ik durf zo even de prijs niet zeggen. Mijn telefoon, ja, daar kijk ik nu naar. Maar 13 tot 19 euro, dat zou ik er los nooit zo erg voor hebben betaald. Maar omdat hij erbij zit, ben ik natuurlijk wel... Oh, hij doet het... Oeh, ook nog. Oh, dit in de zomer ook lekker zijn. Als je buiten zit, drank je erbij. Oh. Maar ja, het wordt nu winter, dus dat ze... Drie serieuze standen. Ik weet niet of je het misschien een beetje kan horen. Maar los zou ik hem dus niet zo gauw... Goed, lijkt net een turbine motor. Los zou ik hem dus niet zo gauw aanschaffen. Maar zo in een set vind ik hem toch wel echt tof. En zeker heeft mij dat getriggerd om hem bij te nemen. Dus dat is één met gewoon net zo oranje als mijn oortjes kabeltje. Tof. Waar kan een mens al niet gelukkig van worden? Dat is één. En dan zit er natuurlijk ook een productbeschrijving bij. En die lezen we natuurlijk niet door. Oeh. Nou ja, productbeschrijving. Ja. Dit is super interessant. Een kortje. Daar gaat hij dan in. Oeh. Ken je die telefoondingen van vroeger? Iedereen moest toen zo'n koordje aan zijn telefoon hebben. Iedereen had dat. En dan heb je dat er aan zitten. Oké. Maar goed. Waar het om gaat. Zijn de 4 beauties. Laten we beginnen met deze. Dit is de brr eye stick. En wat is de brr eye stick? Ik hoop dat ik het goed zeg, Nikki. Sorry als ik het niet doe. Het is best wel mijn... R is best wel hard. Ja. In elk geval, de Brr Eye Stick is een eye stick. Een cooling eye stick. En die doe je onder je ogen van buiten naar binnen. En die zal dus het cooling effect moeten hebben. En ik wil hem heel graag openen. Maar hij wil niet open. Oeh, zie je de full tutorials. QR-codetje. En de brr eye stick. Brr cooling eye stick. Hey, de reden waarom ik dus gewoon geen make-up op heb, is omdat ik dit ontzettend graag ook vandaag wilde gaan gebruiken. En dan niet zozeer in een video, gewoon lekker voor mezelf. Maar ik wilde jullie heel graag wel laten zien hoe en wat. Echt leuk. Ontzettend mooi penje. Ook groot. Ik bedoel, is net zo breed. Iets breder als mijn hand. Bovenop zit nog een stickertje. Oh, if an allergic reaction. August is confused, can use it. Ja. Oké. Oh, wat staat daar nou? Made in Korea with love. Oké. Instant de-puffing cooling stick that nurtures and hydrates stressed eyes. How to use? Use every moment of the day, brighten those fierce eyes on both upper and lower lids. If an even stronger cooling effect starts in the refrigerator, handy if you're already going for a snack. Oeh, goeie. Overigens, snack gesproken, ik heb honger. Nee, ik heb trek. Honger hebben we hier niet. Ook goed verpakt, zit zo'n lidje op.
Ik hoop dat je niet overbelicht worden, want ik zit voor je raam. Ik ben wel... Oh, sorry. Ik ben wel benieuwd naar... geuren. Ik ben sowieso benieuwd hoe groot of dat die is. Als je hem helemaal uitdraait, wat er dan gebeurt. Oeh, best wel satisfying groot. En het is een transparante gel. En ik ben heel benieuwd. Ik ga ze straks gebruiken en wie weet. Maar voor het eerst laat ik ze nog eventjes zo. Doppie er weer op. En doppie 2 er weer op. Past dat allemaal nog? En inside de... Of inside. Ik ga volledig Engels praten. In het boxje staat ook nog allemaal tekst. En die lees ik straks lekker in mijn gemak door. Daar zal ik jullie niet mee lastigvallen. En dan hebben we de Set It and Forget It Setting Spray. Ontzettend leuke namen. Ik vond deze ook al leuk met alleen eye stick. En dan hier heb je de Set It, Set It and Forget It Setting Spray. Met andere woorden. Spray en vergeet dat die erop zit. Ik vind het ook echt wel een leuk. Oh, dit wordt nog best wel een lange video ook. Leuke tekst eronder. Het zwijst dan zo naar beneden toe. Unfold this package of the box for extra tips by Nikki. En ik ga kijken of ik dat straks heel erg mooi kan doen. Weer een papiertje. Die houden we even lekker apart. Doosje doet er nu even niet toe. Ja, daar was ik op zich... nog wel bang voor. Omdat het een matblauwe kleur is. Is dat. Oh jammer. Ik had gehoopt dat dit ook echt knaloranje zou zijn. Maar oh, niet. Dat dit zo mat is. Is dat het best wel gevoelig zou kunnen zijn. Voor viezig en vuiligheid. En daar was ik bang voor. Ben ik nu iets minder bang voor. Want het is niet zo, zo rubberachtig mat. Dat idee kreeg ik van. Maar het is echt ontzettend mooi gedaan. En natuurlijk de oranje top. Dus ze zegt dat ze er een geur aan heeft. Maar ik ga hem nog niet sprayen. Maar leuk. Ook echt, echt zwaar. Degelijk. Zoals we dan zeggen. This powerful setting spray is your ultimate soulmate when it comes to keeping your makeup perfectly in place all day long. Nou. Dat willen we natuurlijk. En dit is zeker nu dat de nieuwe Bond film is in première gegaan. En dit doet mij daar echt aan denken. License to Glow Serum. En ja. Hij heeft natuurlijk de License to Kill. En dit is de License to Glow. So, we are a little Bond too. Oh. Ja, dit is natuurlijk wel even, omdat dit is... Oh, ik heb hem nog niet laten zien. License to Glow. Alles is hier oranje trouwens. Ja, de muur is oranje, dit wordt oranje, mijn hoofdje is oranje. in elk geval. Het is zeker een grote zwaar ding, maar dat komt ook omdat het... ik heb geen nagels, omdat het glas is. En hier zit een redelijk normale hoeveelheid in... Misschien iets meer dan normaal. Het is 50 milliliter. Dat is wel redelijk hoeveelheid. Kijk. It is blue. Dan moet ik dit niet knoeien op mijn bank. Hoe gaan we dat niet doen knoeien? Cool. Kun je dat zien? Fancy. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die inderdaad in het echt gaat zijn. Het is niet zo'n glitterbende. Anders had ik hem zeker ook
daar heb ik de bundel ook niet genomen. Maar het is echt zo'n mooie glow, natural glow, wat je over je gezicht zou moeten krijgen. Dus super benieuwd naar. En wat ik net had, wat ontzettend leuk is, is dat... ik hoop dat ik je dat een beetje kan laten zien, dat denk ik wel. Er zit hier een... Het is niet gelijk de opening, dus ik zou hem... Dat is wel gelijk de opening. Zo voelde het even niet. Maar het is echt goed gedaan. Dat pipetje, dat past er precies in. En zit er gewoon goed vast in zonder dat het veel beweegt. Het heeft amper speling. Dus dit zou niet kunnen lekken. Heel blij mee. Dan hebben we er nog eentje. De laatste. Save the best for last. Dit is namelijk de Where It All Starts cream. En deze liet ze als eerste zien in de video. En hier was ik ook het meest geprikkeld door, denk ik. Want... meerderledig. Los van de verpakking die er echt fantastisch uitziet. De substantie. Dit zou een marshmallow substantie moeten zijn. Of dit is een marshmallow substantie. Oeh, dat ruikt wel echt fantastisch lekker. En dat kun je ook inderdaad wel een beetje zien dat het een andere substantie is dan andere crèmes. Het is een... Ik kan het zo laten zien, ja. Het is heel gek. Ik ben natuurlijk een crème gewend die zo... heel smooth is, heel zacht, heel vloeibaar. En het ruikt echt fantastisch lekker. Dus als je een parfum ervan maakt, dat had ze ook een kleine hint gegeven in de lanceringsvideo. Dat ze hier heel graag een parfum van zou maken. Ze hebben speciaal hiervoor een geur ontwikkeld, parfum ontwikkeld. En hij ruikt echt fantastisch lekker. Subtiel. Niet te zwaar. Hetgene waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. Ik ben een gevoelige huid. En ik zal nooit afstappen van mijn eigen skincare routine. Om hierop over te gaan. Of op volledig. Mocht ze een skincare brand worden. Dan zou ik het niet gaan doen. Maar ik was hier zeker wel benieuwd naar. Vooral naar alle andere producten. Oh, dat ruikt echt lekker. Maar ik heb dus een hele gevoelige huid. Je ziet het ook regelmatig bij mij op de kin en in mijn voorhoofd. Ik heb er allemaal reacties op liggen van wat je de hele dag doormaakt. En wat ik de hele dag ook aan me aanraak. Ik heb een enorm gevoelige huid. Ik ben benieuwd hoe ik hierop ga reageren. De ingrediënten heb ik mij laten vertellen. Ik heb het via YouTube bekeken wat iemand van de ingrediënten vond. En die vond het wel meevallen qua hoeveel... slechte alcohol er bijvoorbeeld in zat. Dus die geloven we allemaal maar. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe mijn huid hierop gaat reageren. Mijn skincare komt natuurlijk nog een keertje voorbij in de opgemaakt video. Dan laat ik je even zien. Maar dat is gewoon volledig natuurlijke producten. Daar is niks verder, geen chemicaliën mee. En dat is mijn huid dus nu op dit moment eigenlijk ook gewend. Dus... ja, dit is misschien de goden verzoeken dat er iets gaat gebeuren. Maar ik was hier zo enthousiast over. Gewoon een Nederlandse YouTuber die haar eigen lijn heeft. Haar eigen lijn opzet. En we gaan het meemaken. Ik ben naar alles heel benieuwd naar. Maar vooral naar deze twee producten. Ik kan niet wachten om ze te gaan gebruiken. En een setting spray. Weet ik niet hoe lang ik erover ga doen om die op te krijgen. Ik denk heel lang. Ik gebruik niet zoveel setting spray. De laatste die ik had voelde niet zo heel prettig. Dus daarom zal het misschien ook mee te maken hebben. Maar we gaan het zien hoe deze me bevalt. En ik ga hem ook zeker gebruiken in hoe zij hem adviseert te gebruiken. Hoe zij zegt hem te gebruiken. Makkelijkst te gebruiken. Mooist te gebruiken. Maar check daar zeker even haar video voor. En ik kom hier nog op terug wat ik ervan vond in gebruik. Misschien met de opgemaakte video van waxbars en dergelijke. En alles wat ik gebruik. Dat ik dan op deze allemaal even terugkom.
Ik hoop dat je dit een leuke video vond van de unboxing van mijn Nimya bestelling. Mijn allereerste Nimya bestelling. Zijn er vragen? Laat het zeker even weten. Wil je hier nou een vervolg op? Een review wat ik ervan vind? Laat het me dan zeker even in de comments weten. Want als je dat zou willen, als er reactie op komt, dan ga ik die natuurlijk opnemen. En dan neem ik ook natuurlijk even op van hoe ik ze gebruik. Dus laat het me gewoon even weten in de comments of je dat zou willen. En dan dank ik je voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal. En er komen nog veel meer. Niet alleen Wax Bars Essentie voorbij, maar ook dit soort producten. En op mijn bestelling van vanmiddag. Want er komt er nog eentje aan. En dat is echt de allerlaatste van voorlopig. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.